Pas. Jij, spekkig joch. Ja, zo noem ik mijn vriendin altijd. Spekkig joch? Nee, spekje. Jij noemt haar zo. Ja, ik noem haar spekje. Ja. Echt? Ja. Is spek een Kroatische delicatesse? Ja, volgens mij wel. Ja? Echt? Nee, nee, dat zeker niet. Nee, ik noem haar spekje om mezelf wat minder vet te voelen. Weet je, dan... Ja. Dat is gewoon lekker. Snap ik. Dus eigenlijk gewoon iemand anders naar beneden halen. om jezelf beter te voelen. Beter voelen. Ja, ja, dat is best wel goed. Ik ben een windsport geweest en ik heb toch ook weer gewoon een spekrek, hoor. Zo snel kan het gaan bij mij. Ik moet weer even... Ja? Ja. Ja, ik had het laatst ook. Echt 6 kilo erbij of zo, ja. Hoor. Nee, in een week. 6? Dat is wel heel knap, hoor. Maar ook veel vocht. Maar ik moet zeggen, het licht is ook nog niet perfect, jongens. Ik ben in een nieuwe studio. In het nieuwe huis van Carola en ondergetekende. Ja, en, vet. Ja, het klinkt misschien een klein beetje hol. Ik heb dat hok nog niet helemaal goed ingericht. Dus goed, dat komt allemaal snel. Maar we hebben wel mooi nieuws, toch? We hebben heugelijk nieuws. We hebben echt heugelijk nieuws. En echt dat is? Nieuws. 1. Dat jullie tickets kunnen winnen. Oh ja. Om zo meer over vertellen terwijl we ons team aan het bouwen zijn. Dus blijf kijken. En 2 is dat ik, as we speak, samen met jou de Mid World Cup of Prime Icon van 88PLUS Player Pick ga openen. Dat klopt helemaal. Vind ik speciaal. Er zijn misschien mensen die dit dan inmiddels al op mijn eigen kanaal hebben gezien. Want daar gebruik ik dit nu ook. Maar wij gaan met onze icons tegen elkaar spelen. Dat was helemaal correct, jongen. Ik kan er niks anders van maken. Ja. Ik ook niet. Zal ik hem gewoon gaan openen? Doe jij hem als eerst openen. Dat is wel leuk. Is goed. Oké, is goed. Daar komt ie. Hey, je krijgt 3 spelers van 88PLUS, hè? Ja, klopt. Oké, daar komt ie, jongens. Mijn geluk is... echt lager dan laag geweest dit hele jaar met icons. De beste die ik heb gehad is volgens mij Carlos Alberto nog steeds. Maar goed, daar gaan we. 3 keuzes. Dat maakt het wel spannend. Dat maakt het leuk. En dat maakt de kans ook een stuk groter. Daar komt hij. Ik ga gewoon klikken en ik leg hem neer. Daar verschijnen ze op ons beeld. Dit is niet slecht. Dit is niet slecht. Dit is niet slecht. Ik moet het mezelf maar een paar keer voorhouden. Maar volgens mij is dit zijn prime ook. Ja, dit is niet slecht. Ik ben hier blij mee. Ik ben hier blij mee. Vette? Ja, ben je er blij mee? Ja, ik ben er blij mee. Oh, dan moet Petr het wel Cech. Goed zijn. Als jij er al blij mee bent. Petr Cech, Robert Pires. En dan 92 Prime Kenny Dalglish. Oh ja, die is niet heel slecht, denk ik. Kenny Dalglish. Het is niet slecht. Het is niet iemand waar je helemaal van over de kop stuitert door je eigen woonkamer. Maar het is wel Kenny Dalglish 92 in een 88PLUS player pick. Keuze. Inderdaad, ik hoop dat ik dat kan verbeteren, jongen. Ik hoop het ook, jongen. Ik hoop dat jij daar overheen kan gaan. 3 keuzes, hè? Ja, dat is wel lekker, jongen. Ja, ik ben echt benieuwd wat jij gaat hebben, jongen. We gaan naar de shop. Het lijkt erop dat we iets hebben om naar uit te kijken. Ik hoop het. Daar staan ze 1 van 3. We hebben geklikt. En het is... Nou? Ja. Dit is of heel goed of heel slecht, als je zo lang niks zegt. Ja. Keen? Heel slecht, denk ik. Casillas of Bobby Moore? Nee joh. Of? Wie was die eerste dan? Ja, jouw vriend, Keen. Oh, die hoorde ik niet. Oké. Okay. Man. Ja, dat is niet best. Nee, dat is niet best. Dan is Dalglish echt een stuk beter. Ja, die Casillas lijkt me nog best goed. Die vet lijkt, maar... die Puskas. Die Puskas is echt geweldig naar. Oké. Ja, dat wordt... Ik moet je wel één ding zeggen. Ja? Mijn balans is echt dramatisch. Ik ben ook 2 weken niet in de buurt van dit spel geweest. Maar ik heb echt... heel weinig geld. Echt? Zie ik. Kan niemand verkopen? Nee. Hoezo niet? Oh, zie ik deze geüpgrade. Vet. Ja, hoezo niet? Omdat ik alleen maar SBC's heb gedaan, joh. Mensen kunnen meekijken. Dit is echt niet te geloven. Wat een crisis allemaal. Echt, heb jij helemaal niemand in je team? Echt helemaal niks tradable, nee. Oké, nou. Nee, het spijt me. Het is echt crisis, maar... Misschien moet ik de volgende keer toch maar weer een account van iemand anders gaan gebruiken. Maar ja. Het is echt verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Nou, ik heb in ieder geval voor Bobby Moore gekozen. Ik had hem al, die 91. Die is echt ziek goed, maar ja, weet je, alle 3 ga je niet gebruiken. En ik dacht, nou, dan kies ik maar de hoogste. Dus het is Bobby Moore. Slim. Geen leenspelers weer, hè? Nee. Ik heb 2 miljoen op de balans, jongen. Dus dat wordt... Ja, maar ik heb mijn hele team gewoon al weken of maanden, moet ik zeggen, untradable. Ja. Ja, weet je. Slim. Ik heb niemand die ik... Ja, ik koop soms even een spelletje, weet je. En dan verkoop ik hem gelijk nadat ik hem heb gebruikt. Ja. Nou jongen, ik ben er wel klaar voor. Ja, ik ga even de formatie kiezen. Ja, ik ook. Zullen we een keer voor een formatie gaan die we allebei nooit kiezen? Is goed. Ik zal een formatie kiezen die ik nog nooit heb gekozen.
Ja, dat vind ik ook. Een formatie die ik echt nog nooit heb gekozen. Ik ga voor 4-5-1. Dat is echt iets wat je vroeger als standaardformatie weet je nam om te linken, maar... Klopt. Ja. Oké, ga ik voor 4-2-3-1 met links en rechts half. Dat is ook echt een formatie die je nooit van je leven kiest. Is dat goed? Ja, uitstekend. Okay, daar ben ik blij mee. 4-5-1. Ziek, die Bobby Moore, jezus, man. Geen leenspelers, dit wordt wat, jongen. Ja. Ja, ik moet echt even voor een campingopstelling gaan, man. Ja, is het zo gênant? Ja, dit wordt wel gênant, ja. Spijt me kijkers, ik moet echt even meer gaan spelen en een keer meer packluck hebben om wat munten te hebben. Ik doe al die SBC's voor jullie als kijkers, maar het schiet niet op. Het schiet niet op. Me. Het schiet echt niet op. Ik kan er even niks anders van maken. Maakt niet uit. Weet je wat we wel iets leuks hebben? We hebben natuurlijk afgelopen maanden, weken, Sorare gespeeld. En onze veteranenleague is op zijn einde gekomen. Ten einde. Ja. En we hebben 3 winnaars. Ja, wij zijn het niet zelf. Nee, wij zijn het niet zelf. Ik ben wel 87ste geëindigd. Dus dat vind ik dan nog best netjes. Oh, vind ik netjes. Ja, vind ik knap. Ik denk dat ik niet zo hoog ben geëindigd. Want ik ben volgens mij 2 keer vergeten mijn team in te leveren. Maar... Ja, 1300 man hebben meegedaan. Dus applausje voor alle 1300 man. Maar eerst is geworden... Netjes. Maxinaldo, ja, echt. Op nummer 2, Ty. Maar ik ben wel benieuwd... Ja, Tee volgens mij. Tee. Maar ik ben wel benieuwd naar het team van Maxinaldo eigenlijk. Wie heeft die veel gebruikt? Ja, daar ben ik ook wel benieuwd. Nou, misschien kan Maxinaldo even reageren. En als derde is geworden Boyd. Ja. Ja, zij krijgen volgens mij... Is dat Boyd Hoek? Of? Boyd... Nee, 010F. Geen idee. Ja, dat is wel Rotterdammer, denk ik. Ik denk Boyd Hoek. Ja, die ken jij. Heb je samen gesfeerd met hem? Die kent iedereen. Oké, hey, maar dus die 3, volgens mij die top 3, die wint een prijs. Volgens mij krijgen zij vanuit Sorare iets toegestuurd. Volgens mij voetbaltickets, dus dat is best vet. Volgens mij, nee, niet volgens mij. Oh, weet zeker. Tuurlijk. Dat was de hele deal. Precies. Dat was de hele deal. En anders moet je mails sturen. Mensen kunnen vandaag ook nog iets winnen, toch? Ja, klopt. Wij geven voetbaltickets weg voor aankomend weekend voor Ajax tegen Fortuna Sittard. Fortuna, ja. En het zijn best wel veel tickets. En die kan 1 iemand winnen. En het leuke is, zij hoeven alleen daarvoor een iets leuks te reageren. Wat zullen we doen? Wat lijkt je nou leuk waarmee een kijker dit kan winnen? Nou ja, ik zou zeggen... Een origineel gedicht? Ja, als je vandaag een gedichtje maakt voor de verliezer... En je verwerkt. Hoe heet dat? Je verwerkt, zo ja. Je verwerkt daar ook de woorden Ajax en Fortuna in. En jij pakt de meeste likes. Dan win jij overmorgen die tickets. Dus dan weet jij zaterdag rond 12 uur 's middags of je zondag naar Ajax Fortuna gaat. Dat is wel vet, ja. Of is het zaterdag Ajax Fortuna? Even kijken. Het is... Dat is wel belangrijk. Zondag, 4:15. Mooie tijd. Kan je eerst nog uitslapen? Nee, maar ik zie zondag Go Ahead Ajax staan. Dus het gaat over volgende week, denk ik. Oh ja, het is volgende week. Ajax Fortuna, volgende week. Dus geen stress, heb je een week om je voor te bereiden. Maar zaterdag Klopt. Weet jij dan of je tickets wint voor volgende week Ajax Fortuna. Hartstikke leuk. Klopt. Oké, vette, we gaan naar onze meest aanvallende spelers. Ja, dat zijn bij jou. Bij mij zijn dat de LM, de kam en de rechtshalf. Ja, bij mij de 2 kams. Ja. Goed. En de spits. Ja, de 2 kams en de spits. Welke 4-5-1 heb je dan? Ja, gewoon de normale. Die je altijd gebruikte voor de formaties. En dan bij jou 4 spelers raden? 3. Ik heb een kam en een striker. 4-5-1, niet tussen haakjes. Want wie heb je nou uiteindelijk gekozen? Bobby Moore centraal achterin natuurlijk. Ja. Ja, ik heb ze ook vetten. Ja, kunnen we? Zeg jij ze maar als eerst, jongen? Ja, we kunnen, jongen. Ja? Ja. Die van mij zijn niet te raden, want ik heb gewoon weinig budget. Het spijt me, jongens. Die van mij zijn echt moeilijk te raden. Als je er wel eentje hebt, is het extra knap. Ja, misschien. Wie weet. Wie weet. Ik ben in elk geval gegaan voor 3 spelers van dezelfde club. Met als uitgangspunt Nabil Fekir. Die vind ik altijd heel fijn. Komt op het team te spelen bij mij. En ja, op links en rechts half is 2 ploeggenoten van hem. Die wel gewoon echt hele goede stats hebben. Eén is een... oude gek. Ik weet nog dat ik vroeger FIFA 2004 speelde. 2005, maar zat hij ook al in. Ik ben zo dom. Stop alsjeblieft. Ik ben zo dom. Ik kan het niet eens meer aan. Zo dom ben ik. Ja. Ja. Ik had jou een Dalglish. Ja, ik weet niet waarom. Had ik gewoon nog op kam laten staan. Ik zat zo te kijken of hij op kam komt. Dus had ik hem daarna laten staan. Dus ik heb jou een spits. LM en RM ben ik voor gaan. En toen dacht ik, ik ga gewoon voor 3 spitsen. Maar daar stond die Dalglish al. Echt niet. Ja, ik zweer het. Dit is echt zo dom. Dit is wel heel ziek. Ja, dit is zo dom. Oh, dit is wel heel ziek. Ik had die Dalglish gewoon nog op kam zo gezet. Zo van,
Oh, wat ja, dom. Dat is niet slim, maar ja. Ah, joh, kan gebeuren. Ja, klopt. Het is er even... Het komt wel een beetje door mij, want het duurt allemaal langer. In dat nieuwe huis gaat er van alles mis, jongens. Oh, dus, dom. Nou, ja, het is wat het is. Maar ik ben er wel blij mee. Ja. En twee ploeggenoten van hem op de flanken. Kan alles. Kan alles en Joaquin. Dat is wel echt crisis, ja. Ja? Ah, echt snel trio is die. Die kan alles, heeft 83 pace. Nee, 87. Oh, die Informer, ik zit nu, ja. Nee, dat is... goeie speler. Dat is netjes, ja. Dat is een goeie speler. Kom maar, jongen. Ik ben benieuwd naar jouw drie namen. Ja, ik had Weghorst, Openda en Depay. Ja, ik dacht ik ga gewoon voor drie spitsen. Ja, nee, snap ik. Maar ik bedoel jouw drie in jouw team. Ik snap dat je ze niet hebt. Nou ja, oké. Nou, die eerstgenoemde net zet ik ook in mijn team. Even kijken. Okay. Weghorst. Oh, oké. Dan gaan wij voor niemand minder dan Phil fucking Foden. Dat is echt zo iemand voor jou, ja. Je kiest die echt vaak. Ja, dat is echt de eerste keer denk ik dat ik met hem speel dit jaar. En... Echt niet. Ja, ik zweer je. Dat is echt denk ik de eerste keer. En we gaan voor een hele goede kaart, denk ik. Waar de fuck is die? Waarom heet iedereen zo? Ik snap het niet. Nou, in ieder geval heet Jadon Sancho. Echt? 90 rated. Sancho? Sancho. Nee, niet. Die had ik op mijn bordje staan. Nou, dat was ook echt de meest vreesde van de drie. Ja. Dat was echt de naam der namen, jongen. Die stond bovenaan mijn lijstje. Ik zag hem en ik dacht, hij was eerst 1 miljoen of zo, of 800.000. En nu was hij maar 205. Ik dacht, nou... Zo. Eerlijk. Nou, dat is wel slecht nieuws voor jou, jongen. Ja, dat is treurig nieuws. Goed. Nee, die... Die is die Foden op jou, een kaart eigenlijk. Ja, die 89. Hij kan... Alleen die 89 kan daar, zie ik nu. Jij mag daar neerzetten. Ja. Een Nederlander van Arsenal. Oh. Zijn naam is Oulet Mahand. Hoe? Oulet? Zie ik, zit een hele ziek... Jij hapert delay echt in, als de... Nee, ja, jij. Ja. Laten we even ophangen en opnieuw. Want... Nou, ik heb hem in ieder geval al gevonden. Zieke naam, jongen. Salah Eddin Oulet Mahand. Een gekke naam. Mahand. Ja, mand. Misschien gewoon eigenlijk. Lekker in de mand. Nee, maar Salah Eddin. Iedereen kent hem volgens mij als Salah Eddin. Salah. Nou, vet. Dan gaan we naar onze overige middenvelders. Ja, voor wie gaan we? Even kijken. Ja, voor mij... Goeie vraag, jongen. Ja, voor jou die twee CDM's en voor mij de LM, RM en CM. Zeg maar wie jij hebt. Welke twee namen jij in je team gaat importeren. Echt? Wil je dat nu al weten? Ja. Ja? Ja. Ik ga voor toch twee opvallende namen. Ik denk dat ik niemand ga raden. Nee? Donkerbruin. Vermoeden. Denk je? Ja. De nadruk op donkerbruin. Ja? Ja, ik denk dat wel mee van. Nee, joh, ik wilde wel iets leuks doen. Dus ik ga gewoon voor twee landgenoten van elkaar. Te weten, Quinten Timber van Feyenoord. En, dus zijn landgenoot. Demvol, Dumvol, Densries. Tak, boom. Sick, ja. Die gaan naast elkaar spelen. Inter en Feyenoord. Ja, klopt. Gelijk lekker een andere competitie te pakken. Twee verschillende competities. Ja, dat is wel gevreesd. Ja, dat is heel knap. Dat is dat is wel. Zoals het hoort te zijn. Jezus, Mino. Maar wie ga jij kiezen? Dat is ook de vraag. Ik had die voor jou echt ziek snel opgeschreven. Ik heb ze zo snel opgeschreven dat ik al was vergeten wie ik ook weer had. Weet je, ik ga gewoon voor iets wat jij altijd doet. Dat zijn drie spelers bij dezelfde club. Echt? Ja, ik zweer het je. Ik ga dat gewoon doen. Echt? Ja. Oké. Ik heb scheid eraan. Ja, ik merk het. We gaan voor drie spelers van Napoli. Kijk, we moeten Napoli natuurlijk een beetje meer in het daglicht zetten, want zij doen het gewoon heel goed. En jij hebt niemand van Napoli. Zeker. Dus je kan dat bordje alweer lekker uitpoetsen. Hij ligt alweer, echt serieus. Ik heb echt helemaal niemand. Je kunt echt toch helemaal losgaan met Napoli. Ja. Neerzetten. Ja, nee, dat dacht ik al. Ja, we gaan voor Irving Lozano. Irving? Ja, zo heet hij dat. Ja. Dan hebben we Zambo als CM. En links ja, kunnen we kiezen. Ja, ik ga voor die Raspadori. Dat klinkt als een soort pasta. Maar. Klopt. Raspadori. Ja, dat klopt, joh. Ik vind dat je dat, dat je dat mooi zegt. Ja, een soort pasta, toch? Ja, zeker. Kijk, hij heeft eigenlijk best een zieke kaart, die Zambo, jongen. Niet normaal. Hele zieke kaart.
Ik denk dat jij nu echt een team bij elkaar hebt. Ja, gewoon als je daarmee verliest, dan is er echt iets niet goed. Dan ja. Zit er echt iets mis. Ja, dat sowieso. Ja, natuurlijk. Meestal gaat het dan mis, okay. Jongen. Als jij een Christie team hebt en ik een kanonnenteam, dan weet ik... Ja, misschien wordt het weer wissels. Dan weet ik toch wel iets te vinden waar het misgaat. Zo, ik moet ook even goed nadenken waar... Oh, die heb je staan. Zie, ik zocht het rat der verdoemenis, maar... Die staat niet. De rat van de verdoemenis. Nee, goed gedaan, jongen. Ik had ze allemaal niet. Nee? Nee. Ja, jongen, we gaan door. Het is flink behelpen bij Weiland, maar... Ja, wat gaan we naar de rechtsbacks, hè? Vooralsnog. Ja, de rechtsbacks. En ook de linksbacks. En ook de linksbacks, ja. Laat zien dat je uit het juiste hout gesneden bent. Ja? Ja. Ik vind wel echt grappig is, ik sta nu dus in mijn nieuwe hok. En ik heb het precies zo ingesteld als hoe het eerst stond in mijn oude huis. Weet je nog dat we daar toen die Team of the Year... Ja. Team of the Season, Ronaldo packte daar. Het lijkt bijna op mijn oude hok gewoon. Dus nou, dat is wel grappig. Ik moet er even voor wat leuker inrichten. Nou jongen, verlos me uit mijn ziel. Is goed. Moet ik zeggen wie ik heb? Ja, dat mag. Oké. Nou, mijn budget is niet al te toereikend meer. Ik wil het nog maar een keer benadrukken. En ik mag geen leenspelers gebruiken. Maar op linksback ga ik voor niemand minder dan de man die Steven Berghuis helaas uit de wedstrijd speelde. Theo Hernandez. En op rechtsback ga ik voor een andere naam met de H. Namelijk Hans Hatenboer. Had ik ook niet, jongen. Het is een moeilijke opgave vandaag. Ja, nee, dat is ook zo. Zo op de woensdag. Wat is het? Ja, woensdag is het al, hè? Ja. Voor je het weet, het weekend alweer. Is ook zo. Maar ik moet zeggen, zo'n Theootje, ook zo'n basic, is gewoon prima. Ja, tuurlijk. Daar kan je het hele jaar mee spelen. Toch? Ja, denk het wel. Het is gewoon een goede kaart. 93 pace, ja. Wat wil je nog meer? Gaan we naar die van jou, jongen? Ja. Oké, jongen. Wij gaan voor... Kom maar door. Even kijken. Rechtsachter. Dat is een mooie. Die heb ik nog niet eens gezien. Wij gaan voor rechtsachterin voor Kyle Walker Peters. Hey, dat is nou echt de grootste misleiding die er bestaat. Dan denk je Kyle Walker, maar dan heet hij gewoon Peters. Klopt. En linksachter gaan we voor Estupiñan. Ja man, dat is allemaal niet de radio. Nou ja, toevallig had ik ze allebei in mijn club en ik wilde ze ook. Dus ik had ze allebei als player pick. Hoe mooi wil je het hebben? Echt? Ja. Ah, dat is mooi. Dat is echt een mooi beeld. Ja, klopt. Ik gun het jou ook. Ja, dat dacht ik al. Ik gun het jou echt. Ik denk dat ik toch misschien de microfoon even iets meer naar mezelf toe hengel. Zo. What the fuck, man? Het is iets minder mooi beeld, maar wel beter geluid. En dat is eigenlijk belangrijker. Ach ja, maakt jou het uit. Ach ja. Nee, joh. Oké, jongen. Dan gaan we naar het slotstuk. De laatste slag. De laatste slag is een daalderwaard. Oké, jongen. Ik heb ze. Oké, jongen. Ben ik klaar. Kom maar als eerste jij dan. Nou, vette. Ik moet nog flink wat mannetjes op chemistry krijgen. Ja. Dus ik ga links voor iemand met 5 sterren skill moves. Oh. Tenminste, dat had hij wel ooit. Nou, ik denk niet dat hij het nu nog heet, maar... Zijn naam is Samuel Umtiti. Helaas, 2 sterren skill. Hij gaat spelen naast Stefanus de Vrij. Al ben ik bang dat je hem wel hebt. En op hok, niemand minder dan Justin... Bijlo. Dat zijn de namen. En daar moeten we het mee doen. Ik had er inderdaad echt 2 minimaal moeten hebben. Ik heb er 1 helaas, Bijlo. Maar de Vrij, ik dacht, ja, die is zo obvious, daar kan je niet voor gaan. Ik had een hele leuke achterhoede bij jou bedacht. Dat is Skriniar van Inter en Hanko Inter? Van ja? Feyenoord. Dat zijn ook nog landgenoten. Ja, klopt. Ja, dat is heel vet inderdaad. En hij is niet heel slecht. Die Hansko wilde ik eigenlijk wel, maar... Ja, nee, ik dacht, daar gaat hij voor. Oké. Dus Bijlo. Oh, dat is wel kut, zeg. Een keeper. Ja, oh. Ja. En dan wordt het lange afstand. Die kan ook niet gewisseld worden, namelijk. Dan ga ik iemand neerzetten, jongen. Oh, dit is wel echt heel matig. Ik ga iemand... Ja, is er iemand... Ja, dat is wel leuk. Kijk, we zitten daar neer. Tom Hendricks van Fortuna. Nee, joh. Ja, dat is een goeie. Is die zilver tegenwoordig of niet? Ai, Tom. Ja, dat is leuk. Onze grote vriend. Hij is niet vooruit gegaan in zijn leven. Nee, precies. Blijven steken, ondanks onze video. Hendricks. Ja, dat is een goeie. Okay, hij gaat mij er wel doorheen slepen. Dat denk ik ook. Ja. Toch? Ja, maar ik had ook wel een probleem. Daar kwam ik dus net ook pas achter. Van, zeker. Oh. Je hebt zeker een probleem. Ik heb echt een groot probleem. Kijk, ik moet nog 3 van Napoli op Ken krijgen. En ik moet die, ja, Estupiñán. Dat is echt een stomme keuze. Klopt. Komt er dat hij en een klote nationaliteit heeft en een
Nou, geen klote ja. club, maar gewoon een... Dus ik moet iemand van zijn gare club. Club opstellen. Dus dan kan je gaan kiezen voor de centrale verdediger of de doelman. Nou, ik ben gegaan voor de centrale verdediger en dat is dan Webster. Ja, grote kans dat jij misschien toch een van die kneuzen hebt opgeschreven. Adam Webster, ziet er nog prima uit. En dan gaan we ook, ja, ik moet ook iemand van Napoli nog en dat is dan de doelman. En dat is dan, dat is wel grappig, Napoli heeft 3 gasten met dezelfde rating. 3 doelmans. Ja. En wij gaan... Doelmans? Doelmannen. Doelmannen. Verdediger. En ja, dat is een mooie ding. Zij hebben gewoon, ja, dat is wel grappig. 3 met 78 rating. Dus ja, wij moeten kiezen uit één van die 3. Ik ga voor Golini. Hoe? Golini. Golini. Okay. Wie had jij? Ik had Veldman en Kim Min-jae. Oké. Okay. Helaas. Ik ga even het rat erbij Veldman, pakken, jongen. Die had ik ook nog kunnen doen. Zo, je hebt het niet eens gezien. Kijk, ik heb hem hier weer op beeld. Ja, doe maar. Spin the wheel. Jij hebt dus zin in lange afstand? Ja, dat zou nu al mooi zijn, ja. Daar gaat hij. Zo, hij klinkt echt nog ruiger in dit dribbel. Ja? Ja, hij klinkt echt als een van het pad geslagen everzwijn. Ja, dat is altijd goed. Oh, ja, dit is wel duidelijk. Overleving. Maar kijk, hij zit er een klein beetje tussenin. Maar het is wel duidelijk dat hij op overleving zat. Hij zat ook nog zo'n beetje zo met het lipje zo. Dus, nee, is helemaal goed. Ja. Overleving, jongen. Oké. Okay. Ja. Overleving. Ja, dat is wel leuk. Oké. Okay. Ja, dit is wel een leuke game mode. Zo. Ik hoop inderdaad dat mijn internet gewoon goed is, maar voor alsnog ziet dat er op zich prima uit. Ja. Nou, toch een beetje. Zo. Ja, zie je? Ja. Kut. Oh nee. Oh, wat is dit? Hij haperde al als een... Zo. Ik heb hem ook traag hier. Ik moet gewoon veel de bal het werk laten doen. Die Moor die voelt als... Oh mijn god. Weet ik veel wie aan. Oh nee! Hoe kan je mis? Oh, dit wordt zo moeilijk. Ja, dit wordt om... Ik heb af en toe wat je dan in zo'n hotel hebt, weet je wel? Dat hij dan... Oh, die is stoep. Ik kan helemaal niks. Nee hoor, het is nog lang dan. Ja, is dat zo? Oh nee, echt, het is echt schaatsen voor gevorderde jongen. Oh! Oh! Dat was die bronzen. Dat was perfect geweest. Ja, ik zag het. Hij kwam echt goed doorheen dan. Kijk, hier gaat het elke keer goed. En zodra ik dan rond de middenlijn kom, dan gaat het fout. Nu niet! Oh, Hatenboer! Die Hatenboer! Wat is dat dan? Die heeft echt de techniek van een... Timmerman. Zo! Keeper. Ik moet zeggen dat Hendricks goed zijn best doet. What the fuck, man. Zo! Wat was dit dan? Ik moet zeggen dat ik het een spannende pot vind. Ja, ik ook. Alle ruimte! Ja, en die ruimte moet je Doblies niet geven. De man waar het om draait. Jij wist dat ik die vieze play ongelooflijk, maar ja, dan gaat hij er wel af. Ja, dat is het wel. Huh? Jij wist dat ik die vieze keeper move ging doen. Ja, inmiddels weet ik het wel, ja. Ik dacht, ik wacht gewoon en dan... Hop. Dan gaat dat joch wel spartelen. Zo, wat een tackle, Webster. Niet normaal, man. Nee. Schiet hem eens erin, man! Weer die Hendricks! Die kutkeeper! Weer die Hendricks, hè? Nou, man? Ongelooflijk! Kerel! Die kutkeeper! Jezus, man. En dan is hij los. Canales voor de beslissing. Dumfries met links! Zo! Of is het Timber? Het is What Dumfries! What the fuck? Ziek, hoor. Wat een goal. Ja, maar je hebt ook een slechte keeper, natuurlijk. Ja, dat wel. Maar goed, het... Serieus, eerste kwartier, ik dacht, ja... Dit gaat echt... Ik dacht het ook. Ik dacht echt, dit wordt echt 0-4. Deze gast, ik wil gewoon met hem rood krijgen. Ah, nee. Kut. Kut, sorry. Ja. Het weghorst is de laatste die dan nog wil. Joaquin, kijk eens even. Zo. Zo, scheidszee. Wat is dit nou, man? Hij ligt te spartelen. Is gewoon... Hij is serieus gewoon... Hij is dood. ...te geblesseerd om door te kunnen. Weer geel, ja, tuurlijk. Het is zo smerig, ja, die eigenlijk. Vrouwen als scheidsen, man. Die zijn zo...
Zo hard. Wat een tank. Oh! Ja, dit is rood. Nu is het rood. Ja, nu is het rood. Wat dom. Tweede geel. Wat dom. En dan mag je inrukken, zoals dat heet. Hop. Fik hier. Oh nee, niet de goede. Hier gaat Raspadori, denk ik. Zo, die gek van mij, de vrij. Die wordt eruit uitgeramd. Maar weer Hatenboer die het oplost. Oh, mooie actie. Oh. Ja, goeie goal. Nu heb ik drie man minder. Of twee man minder dan jij. Ja, oh ja. Twee man minder. Ja, kutzooi. Ah, jongen, dit is zo ziek! Dit moet ook rood zijn. Wat een smerige tackle. Echt. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Die had ook nog geel, toch? Oh nee. Dit is geel. Nee, niet. Nee. Hoe kan dit? Scheids. Hey! Ah! Ja! Dat is zo kut. Damn! Quentin Timber! Oh, top. Ik zat te spammen op alles. Oh. Maar goed gedaan, jongen. Toch Och, nog. Man, man, man. Vette, wat een pot, man. Ja, was een leuke pot. Ja, ouderwets genieten. Oh, man, het was... Ja, was leuk. Misschien is overleving wel de leukste modus. Ja, misschien wel, ja. Nou vette. Ik veeg mijn bordje nog maar even uit. Bedankt. Succes in je huis. Kijkers, onthoud het. Eén gedichtje, ja bedankt. Eén gedichtje en je kunt en 25 euro PSN goed winnen en... en Fortuna Sittard ticket. Ajax Fortuna, ja. Ook nog mooi. Wel vet. Zit ze in thuis of in het uitvak? Ja, je zit in het uitvak bij de Fortuna. Nee, je zit volgens mij in goede, mooie plekken aan de hoofdtribune van Ajax. Dus. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Oké, jongens, vaarwel. Oké, vette. Nou, ik ga de boel op orde krijgen hier. Ajo.